Welkom bij Veronica Sport. Deze week volledig in het teken van de American Original Sunday vorige maand op het circuit van Zandvoort. Veel Amerikaanse sporten en activiteiten en tussen de 60 en 80.000 bezoekers. De opening van het evenement werd uiteraard verricht door de Amerikaanse ambassadeur Howard Wilkins Jr. en burgemeester Van der Heijden van Zandvoort. En dat gebeurde ludiek en feestelijk. With a little help, dat mag bij een dergelijke ontknopening. Dan gaan de ballonnetjes de lucht in. Op de diverse gedeelten van het circuit hadden uitsluitend Amerikaanse festiviteiten plaats. Onder andere een demonstratie van American voetbalspelers met hun onvermijdelijke cheergirls. En die plekken van het circuit waren verbonden middels de fameuze highway uit de 50er jaren, Route 66. Een oude, klassieke Amerikaanse automobielen- en motorententoonstelling trok de aandacht van de ware liefhebber. En een enkeling was niet te beroerd zijn wagen enigszins op te offeren ten faveur van het spektakel. Beetje spektakel, hè? Dat vinden mensen mooi, hè? Dat hoort er ook bij. Ja, zelf vind ik het ook leuk, dus daarom doen we het eigenlijk. En we zijn via Route 66 aangeland in Texas voor de sprintwedstrijden voor standaardauto's. Wel een tikkeltje opgevoerd. Kwalificatie American Production Cars op Zandvoort. 32 razendsnelle automobielen zijn samengekomen. We kijken naar Ronald Paul Blazer in de Chevrolet El Camino. En hij gaat in deze eerste run rijden tegen Paul Maas in de Mercury Cougar van 1968. En dat is een van de weinige automobielen die handgeschakeld is. Het gaat over een achtste mijl, een afstand van 202 meter. En er worden eindsnelheden bereikt van om en nabij de 160 kilometer. En onmiddellijk al een close finish in de eerste run. Paul Maas links in beeld met de rode auto wint en gaat door naar de volgende serie. Gerard Voerend in de Ford Mustang gaat aantreden in deze tweede run tegen de auto met het nummer 7 van Arthur Heese. En dat is een Ford Fairlane 428 GT. En dat belooft op voorhand ook alweer spannend te worden. Want Voerend die heeft in het verleden zijn visitekaartje al vaak gedeponeerd. Daar gaat hij helemaal dwars en dat komt van het geweldige vermogen. Maar zeer knap weet hij de zaak weer recht te trekken en als winnaar te finishen. Potter Gerlach in de Chevrolet Monza en Osman Özgülmaz in een fantastische Impala Cabrice. Eigenbouw cabriolet met een 6,2 liter motor. Zo'n mooie auto dat zelfs de cameraman graag mee wilde rijden. Osman zou zich kwalificeren met een tijd van 10,14 en wist zich geplaatst voor de volgende ronde. Jos Meijer in de Ford Mustang, rijdt met het nummer 17, gaat uitkomen tegen nummer 24. Bert-Jan staat in de Chevrolet Camaro. Camaro rap van zijn plaats of pakt onmiddellijk al een voorsprong. En laat er geen twijfel over bestaan dat hij in deze run de allersnelste is. En gaat door naar de volgende ronde. Jacob van tevoren, Chevrolet Camaro. En onder het nummer 11, Robert de Kloet in de Chevrolet Malibu. Het wachten is op het groene licht, dan de acceleratie. En Kloet spuit weg, gaat de achtste mijl afleggen in een tijd van 10,11. En dat is geen wereldtijd, want we hadden eerder deze middag al tijd op de klok gezien van om en nabij de 7 seconden. De Nitro Funny Car van Peter Barnett. Prachtige machine.
met een heleboel pk's en een absolute topsnelheid van onderbij de 350 kilometer. Hier bezig met de voorbereidende werkzaamheden om direct een demonstratie te gaan rijden. Het opwarmen van de banden, de burn-out dus. En let op, want in die burn-out gaat het mis. Zonder richting aan te geven gaat die haaks rechts af richting vangrail. Maar gelukkig loopt dat allemaal goed af. En later zou blijken dat de schuldige zou zijn een gebroken aandrijfriem. Het ontsnappingsluik gaat open. En de helpers zijn natuurlijk in de looppas onderweg om Peter Barnett zo snel mogelijk uit zijn benauwde positie te bevrijden. Hij zal het ongetwijfeld de rest van de middag wat voorzichtiger aan gaan doen. Over naar Arizona, want in Veronica Sport hebben sport en show alles met elkaar te maken. Een absolute Amerikaanse topact, de Tramps. Natuurlijk, de inspiratiebron en het symbool voor de Amerikaanse rock'n'roll cultuur. En power, dat is Texas op een American Original Sunday. Na de kwalificatieritten dan nu de voorronden. Met Bert-Jan staat in een Chevrolet Camaro en eveneens in een Chevrolet Camaro Ronald Althuizen. Wachten tot het licht van de kerstboom, zoals de startmachine heet, bij drag races en sprints op groen springt. En dan het gas erop en op weg naar de verlossende gele streep. Bert-Jan Staat deed dat in een tijd van 8.2 en Ron Althuizen mag inpakken en wegwezen, hij wordt uitgeschakeld. Robert de Kloet met de Chevrolet bezig met het opwarmen van de band. Altijd weer een zeer spectaculair onderdeel. We doen het hier met water, het kan ook met vuur en dan heet het een fire burn-out. Maar hier is het meer een water burn-out. Hij gaat rijden tegen Erik Bauer uit Den Haag in een Pontiac. Vanuit de helikopter geeft dat prachtige beelden. U ziet hier de acceleratiestart over de 8e mijl. 200 meter in een tijd van 8.69 voor de Kloet. En Erik Bauer mag terug naar Den Haag. Opnieuw de Ford Mustang met een cilinderinhoud van 8000 cc van voorend rijden met nummer 29. En Marcus Bremer in de Pontiac Firebird. Altijd weer zenuwachtige momenten. Dan het gas erop en let op het slingeren van nummer 3 van Bremer. De zwarte auto, vanwege de ontzettende brede banden achter, is hij even de weg kwijt. Hij kon hem toch weer onder controle krijgen en kan in ieder geval toch nog finishen.
Voorhand met de Ford Mustang GT Hardtop van 1967 gaat door naar de volgende ronde. De tijdwaarneming was in zeer deskundige handen van Jan Koning van de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging. Want het is toch een precieze zaak natuurlijk om tot in duizendste van een seconde de tijden te registreren. Peter van Loon in de Chevrolet Camaro gaat in deze laatste rit rijden tegen Jacob van der Voeren. Eveneens in een Chevrolet Camaro. En we zijn heel erg benieuwd of van der Voeren zijn naam eer aan kan doen en van Voeren kan rijden. Nou, dat lukt hem niet, want van Loon is duidelijk sneller, pakt een tijd van 9,8. En van der Voeren, die normaal in standaard autoraces uitkomt, wordt hier geklopt. Het poetswerk aan de ProComp, de dragster van Doc Bond uit Engeland. Een prachtige auto, voorzien van een 8 liter big block, 8 cilinders, 8000 cc inhoud dus. En deze machine levert maar liefst 2000 paardenkracht in. Zijn absolute toptijd op de 8e mijl is genoteerd op 4,2 op Santa Pod in Engeland. Hier op Zandvoort zou hij erbij gebaat zijn om inderdaad die tijd te gaan verbeteren. Of het inderdaad gaat lukken. Weersomstandigheden waren ideaal. Veiligheidsmaatregelen voortreffelijk. En we zien hier het oprijden van Doc Bond vlak voordat hij aan zijn eerste poging zou gaan beginnen. Let u met name op de banden. Voorzien van een zeer speciale rubberlaag, compound zoals dat heet in vaktermen. En u zult dan ook zien dat bij het afremmen deze achterwiel, of eigenlijk de hele dragster, vreemde bewegingen maakt. En dat komt weer omdat die banden in de originele staat moeten gaan komen. Met name bij de start is dat duidelijk zichtbaar. Wanneer de banden als het ware vervormen, smaller en hoger worden. Wanneer daar al dat vermogen op gaat komen en al die power in één keer weg moet. En daar is dat moment. U ziet de rookpluimen eraf komen. Een 8e mijl in, wat gaat het worden, 4,8. En Doc Bond heeft handen, voeten en een parachute nodig om de dragster op de baan te houden. Natuurlijk nog één keer kijken naar de slow-motion beelden van dit prachtige snelheidsmonster op de American Original Sunday. Een fantastische auto met een prijskaartje van 200.000 gulden. Voorzien van een compressor, een mechanische turbo. Wordt gestookt op methanol en zijn topsnelheid is 350 kilometer. Utah staat in Zandvoort voor Sister Sledge. Van Frankie naar Sunny and Funny California. Yeah, so far so good. I really like it. De dragster races in Texas naderen hun zinderende ontknoping. Volgepakte tribunes, brandweer en EHBO klaar. Publiek ademloos, wachtend op die uitbarsting van vuur, donder en paardenkrachten. De halve finale runs met 4 overgebleven auto's. In de eerste rit gaan aantreden met het nummer 29 Gerard Voerend. Inmiddels luid en duidelijk bekend in de Ford Mustang. En hij gaat rijden tegen nummer 11 Robert de Kloet. En die rijdt in de Malibu. Daar zijn ze weg. En nu gaat het erom, want één van de twee die plaatst zich voor deelname aan de eindronde om de grootste beker. En dat gaat worden Gerard Voerend in een tijd van 7,8.
En in de tweede ronde gaan aantreden met het nummer 13 Kok Kraaienveld in de Chevrolet Camaro. En eveneens in een Chevrolet Camaro Bert-Jan Staat. Waarvan Staat goede papieren in huis heeft, want hij maakte de hele middag al een ijzersterke indruk. Dan gaat het licht op groen. En inderdaad is het Bert-Jan Staat die een voorsprong weet te pakken en wint in een tijd van 8.3. De finalisten zijn bekend. Gerard Voerend gaat uitkomen tegen Bert-Jan Staat. Een hele grote en een mini-jet-truck waren naar Zandvoort gekomen. De grote eigendom van Steve Murty. Steve Murty heeft zijn eigen drag racebaan in de buurt van York in Engeland en is bovendien ook de bestuurder van de Wheelie Truck, all over the world bekend. Hij rijdt hier in een Ford Cargo 913, althans dat is de body. En die auto is voorzien van een Rolls-Royce motor, een vliegtuigmotor van het type MK6. En die machine die levert maar liefst 24.000 paardenkrachten en heeft een absolute eindsnelheid van 300 kilometer. U ziet het, er wordt met vuur gespeeld, er wordt rook op de baan geblazen en er zit zo'n enorme power in dat op last van de brandweer alle mensen die ter hoogte van de Tarzanbocht stonden daar weg moesten, want die zouden wel eens weggeblazen kunnen worden. Enorm veel rook, weinig zicht. Maar wel een heleboel sensatie als Steve Murty op het punt staat om te gaan vertrekken. Wegduiken de mensen die een goed heenkomen zochten als inderdaad de remmen losgaan. En Murty op weg gaat hier met zijn machine. De topsnelheid zou niet bereikt kunnen worden, want daar was de weg veel te kort voor. Maar het publiek had ervan genoten. De mensen in de Tarzanbocht zijn niet weggeblazen, wel de tijdwaarnemingsapparatuur van de KNMV. En die waren daar niet echt blij mee. Gerard Voerend uit Gent bij Nijmegen is de ene finalist. Hij is veelvuldig kampioen, had ook deze middag de allersnelste tijd op de klok weten te brengen en is een absolute favoriet in de finale. Zijn tegenstander is 28 jaar, Bert-Jan Staat, woont in Kortenhoef en zal zometeen de Chevrolet Camaro de sporen gaan geven. Het wachten is op het juiste moment, van het allergrootste belang natuurlijk, en de eerste meters gaan gelijk op, maar lang zou dat niet duren. Want het is overduidelijk, Gerard Voerend, die finisht in een tijd van 7.5, hij wint de finale. Bert-Jan Staat met een tijd van 8.2 wordt tweede. En dan is er een groot misverstand, want de helpers en de monteurs van Bert-Jan Staat die denken namelijk dat hij gewonnen heeft. Hoe kwam dat nou? De tijdwaarnemingsapparatuur van de KNMV die had toch een behoorlijke tik gekregen door de run met de jet truck en was licht beschadigd en gaf een verkeerde uitslag. Vandaar de vreugde in het kamp van Bert-Jan Staat. Maar lang zou dat niet duren, want het was overduidelijk natuurlijk dat Gerard Voerend de wedstrijd gewonnen heeft. Op zich overigens niet zo vreemd, want zijn Ford Mustang is uitgerust met eenzelfde blok als de dragster van Doug Bond die we gezien hebben, met een cilinderinhoud van 8000 cc. Het publiek stond op de banken, want het had genoten van een fantastische finale. Het applaus voor Gerard Voerend voor het Mustang. Als afsluiting van deze American Original Sunday in Zandvoort hadden de organisatoren niemand minder dan Ronnie Picardo, een 44-jarige Engelsman, naar het circuit in Zandvoort laten komen om daar met zijn mini-jet een fantastische show te gaan opvoeren. Het is een hele bijzondere auto, voorzien van een Rolls-Royce motor, een vliegtuigmotor. Komt overigens uit een van de vliegtuigen van het team van stuntvliegers, overbekend de Red Arrows uit Engeland, en zorgt voor enorm veel sensatie overal waar hij komt. U ziet dat, het is een hele show. Hij is inmiddels gekleed, neemt plaats in een minuscule cabine, wuift nog even naar u en moet dan zijn zit gaan zoeken om inderdaad direct een hele goede tijd op de klokken te gaan brengen. De kap die wordt gesloten, de duimen die gaan omhoog. De vlammen komen uit de uitlaten boven het dak. En dat betekent dat zometeen het toerental opgevoerd zal gaan worden. Enorm veel vuur, rook en power. Maar het stuur is in vertrouwde handen van Ronnie Picardo. Man met een geweldige ervaring ook bij de Funny Car Races. Hij was overigens 's nachts van Hockenheim naar Zandvoort gekomen, want een avond eerder had hij nog een fantastische demonstratie op het circuit van Hockenheim gegeven. Zandvoort nu echt in de rook. Alles en iedereen moest zich vasthouden om niet weggeblazen te worden. Oh.
Het slot van deze prachtige manifestatie op het circuit van Zandvoort had geen vuurwerk nodig, want daar zorgde Ronnie Picardo voor. Zonder een spoor van filevorm keerden 80.000 mensen tevreden huiswaarts. Zij kunnen zich alvast verheugen op de oerkrachten van een American Original Sunday Part 3 volgend jaar. Veronica Sport is bij u terug over ruim 3 weken. Niet meer op de dinsdag, maar voortaan op donderdag. Te beginnen op 10 oktober om 7:50. Tot dan.